En dat zijn Sipke Jan en zijn Russische Elena. Ook Sipke Jan is vorige week door het oog van de naald gekropen, want hij belandde naast Olga-commandeur in de gevarenzone. Wat een woord, hè? Gevarenzone. Zeg ik nee, zeg jij ja. En wil ik gaan slapen, doe jij er eens graag erop. Een 5. Ik was heel blij dat we door konden, want ik kon maar 2 dagen repeteren voor de vorige show. En het was gewoon niet eerlijk geweest als wij echt er gelijk uit hadden gemoeten. Ik bedoel, we hebben gewoon niet alles kunnen laten zien. Dat betekent dat we dus veel mogen verwachten van Sipke deze week. Met zijn nieuwe act heeft hij daar het volste vertrouwen in. Ons nummer deze week is heel erg leuk. Er gebeurt gewoon veel spel. Tussen ons tweeën ook. Wij vinden het ook wel leuk om te spelen, een beetje gek te doen. En we hebben hartstikke goed toneel gespeeld de afgelopen weken. Want er waren mensen die echt dachten dat wij verliefd op elkaar waren. Om even wat recht te zetten. Zij heeft een vriend, ik heb een vriend. Daar zijn we heel gelukkig mee. Maar tijdens de dans blijft de passie voor elkaar bestaan. En dat kan ook niet anders, want Sipke en Elena nemen ons mee op een reis naar een zeer warm en romantisch land. Ik ga jullie meenemen naar Rio. Naar de Copacabana. Waar het heet is, waar het swingend is. En waar hele heftige dingen gebeuren. En dat allemaal op het ijs. Waar het heet is en waar het zweet is op het ijs. Daar hebben we een leuke uitzending. Dat het niet gaat smelten hier. Maar u hoort het goed. We gaan dus naar de beroemde Braziliaanse stranden. En ik weet zeker dat ze alles op alles zetten om niet in de skate-off te belanden. Nee, ze dansen hun kuur op Barry Manilow's swingende hit uit 1978, Copacabana. Hier is met zijn mooie blonde Elena Sipke Jan Bousema. Sippie, sippie, sippie. Copacabana, ongekend. Nou, alle de geruchten zijn gelijk de wereld uitgeholpen. Ja. Zij heeft een vriend. En jij hebt ook een vriend. Dat is dat klaar. Hoe ging het? Nou ja, het was lekker, swingend. Spannend ook. En ja, ik denk dat heel veel mannen het jammer vinden dat zij een vriend heeft. Denk je ook niet? Nou, dat vind ik eigenlijk ook. Maar het is wel vanavond de avond van de mooie blikken, ja? Sipke Jan. Ja, we gaan even terugkijken. Moet je eens even kijken wat je allemaal doet. Met je armen en je gezicht. Je ziet toch zo bruin in één keer. Ja. Kijk. Of heb je nieuwe lampen gekocht in je zonnebank? Kijk. Ja, hier ben ik. Dit is, de liefde is hier al begonnen, zeg maar, in het verhaal. En dat gaat aardig. En ze zei ook tegen me gewoon, alleen wij twee. Het gaat alleen om ons twee in het verhaal. Ja, dat doe verhaal. Je. En, nou, dat, ja, hier, jullie missen nu het onderste gedeelte. Want ja. Dat was even heftig. Dat doen we dan volgende week weer, dan is het te veel in één keer. Ja. Maar...
Het zag er wel prachtig uit. En zij ziet er ook zo mooi uit. Elena, you look so beautiful. Thank you. With all the feathers in your décolleté, it's beautiful. I think for all the Dutch watchers, it's great to look to the ice show and all the feathers. She said, oh, I'm a chicken. No, you don't look like a chicken. You look like more like a beautiful woman. Maar ik vond het een prachtig stelletje. In zoverre ik beautiful chicken. In zoverre ik er verstand van heb, ik zou zeggen met gierende banden. Na Lens en de jury, zet hem op. Blik heb jij. Ja. Je bent heel serieus vandaag op de Copacabana. Ja. Het is hier wel lekker. Een beetje stoer doen. Ja, het is wel lekker warm hier. Hè? Uh-huh. Heerlijk lekker warm. Goed wereldreisje. Ik heb het naar mijn zin. We gaan naar de jury. Ik hoop dat je het kan handelen. Want ze zijn weer streng vanavond. Jane? Ja, er zat wat vaart in. En ik merkte dat met overstappen gaat het beter dan vorige week. Ik merk nog wel steeds dat je niet erg stevig op de schaats staat. Waardoor je geen lift kan doen. Misschien voor volgende week dan. En ik vond je in het begin nog wat stijfjes. Vooral als je in staande houding bent. Je ging niet eens swingen met de muziek. Dat deed je later wel. Oké. Okay. Beetje los. Alright, beetje los, ja. Vanavond even drinken. De spanning van het stilzitten is ook een beetje. Maar het, ja, okay. Mark, was je tevreden? Ja, niet helemaal. Ik vind de hele verhaal in minder dan 2 minuten was oké. Okay. Heel knap van Bob en Deleen. Ik mis de passie. Voor mij je werkt 70%. Je hebt beweging, maar je doet niet helemaal fallout. En ik geloof niet helemaal in de verhaal. Jammer, omdat de verhaal is heel leuk. Ik vind dat je hebt de overstappen beter gedaan dan vorige week. Dankjewel. Okay. Hoe kritisch zijn we het weer? Ja, dat zijn heel kritisch. Laten we maar snel met die punten. Jane. Een 6. Een 6. Peter. Een dikke 7. Een dikke 7. Wil. 7. Ook een 7. Voor een keer meer passie, 6. Een 6. Meer passie, vruchten heb ik. Een 6,5 gemiddeld. We gaan naar de tussenstand. En dan sta jij op dit moment op een gedeelde tweede plaats met Olga en Stanik. Maar u thuis heeft natuurlijk een hele grote stem vanavond. Dus gebruik hem dan ook. U hoeft alleen maar te bellen voor Sipke, Jan en Elena met 0909-0324. Of sms Sipke naar 4600. En kijkers van digitale televisie van UPC kunnen stemmen door het drukken op de rode knop van hun afstandsbediening. Ga je nu doen? Even lekker chillen daarachter, met de anderen. Even chillen. Even chillen. Nou, chillen dan. Dankjewel. Ja hoor, dan gaan de chickens tonight. Nou, ze ziet er wel prachtig uit, hè, die Elena. Maar ik was bang dat jij de veertjes van Elena ging stelen. Nee.